We gaan nu over tot de ondertekening van het samenwerkingsverbond tussen de vier partijen die gaan vormen uw nieuwe regering. Namelijk dat we een coalitie gaan vormen tussen VHP, ABOP, Partij Loer en NPS. En dat er overeenstemming is bereikt met betrekking tot verdelen van de keyfuncties. De functie van de president gaat naar de VHP, de functie van de vicepresident gaat naar de ABOP, de functie van de vice, van de voorzitter van DNA gaat naar de ABOP en de functie van de vicevoorzitter van DNA gaat naar de VHP. De afspraken die gemaakt zijn en waarover er overeenstemming is bereikt, is namelijk dat de VHP het beheer krijgt over het ministerie van Financiën en Planning, dus één ministerie. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Samenwerking en Buitenlandse Handel is één ministerie. Ministerie van Defensie, Ministerie van LVV, Ministerie van Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Handel en Industrie, Ministerie van Arbeid, Ministerie van Openbare Werken, Ministerie van Sport en Jeugdzaken en we krijgen een onderministerie bij Onderwijs en Technologische Ontwikkeling en een onderministerie bij Ministerie van Justitie en Politie. De ABOP krijgt het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, Transport, Communicatie en Toerisme, het ministerie van Regionale Ontwikkeling, het ministerie van Justitie en Politie. En NPS krijgt het ministerie van Onderwijs en Technologische Ontwikkeling en er is een nieuw ministerie, het ministerie van Olie en Gas, dat gaat naar de NPS. De Partij Loer krijgt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken. Branschap. Wanneer men zegt, PL heeft verloren, toch komt PL in de regering. PL heeft niet verloren. Niemand heeft verloren. Want het hoofddoel was om deze regering te verdrijven. Het is ons gelukt. Bijzonder doel van PL ook, om de verraders eruit te halen. Alle verraders zijn gestorven. Geen enkele verraders die de PL verraden zijn teruggekomen. Van Sapoen tot Chitem tot Mike Noor Salim tot welke MO. Niemand is binnengekomen. Daar zijn we bijzonder trots op. Ja. Dus niemand heeft verloren. Iedereen heeft gewonnen. Zelf NDP hebben we ook gewonnen. Want de NDP is hopen. Wanneer word ik bevrijd van deze ellende? Alles aan de kondiri. De koers gaan omhoog. En juist de toeval wil hebben dat PL het beheer krijgt van waar de verraders genesteld zijn. Inderdaad. Dus, wie ook daar mag zijn op Binnenlandse Zaken, wees niet bang, wees niet angstig, zoals Brunswijk het vertaald heeft. Wij zijn niet rancuneus, maar ga het verraad niet voorzetten. Wanneer je zet een verraad door, dan je bok zang aan mij. Want mij persoonlijk, ooit ik binnenlandse. Mij persoonlijk, ooit draai binnenlandse. Ik als voorzitter van PL ga het beheer krijgen van binnenlandse. Dus, belangrijkste, van binnenlandse, nog spang, nog vrede. We blijven vrienden, maar gaat ons niet dwars boven. Voor de verkiezing van de president, de vicepresident, in DNA vereist 34 zetels. En wij, coalitie, partijen ABOP, PL, NPS, en VHP. We zitten op 33 zetels en natuurlijk zijn er nog gesprekken gaande met ook andere politieke partijen om te zorgen dat we de verkiezingen zo snel mogelijk kunnen hebben in ons parlement. Maar nogmaals, als we naar de VVV moeten gaan, dan zullen we naar de VVV gaan omdat we daar een grote meerderheid hebben. Maar als het goed kan dat we met minder kosten het probleem in het land sneller kunnen oplossen, dan moet dat ook gebeuren. En dat zal ons streven ook zijn. Laten we vertrouwen stellen. Laten we het vertrouwen geven aan die man die rechts van mij hier zit. Laten wij als Surinamer nu tonen dat Uneluku, dat naar Hindustani, Uneluku, dat naar Djuka, Winasanaman, Uneluku, dat naar Japanees. Voor velen toen een wishful thinking dat een Hindustaan of Surinaam van de Staten komaf president zou worden.
Ik heb thuis gehoord, de man die blijft dromen, eens president wordt. Hij wordt president. President Chan Santoku. En wij ondersteunen de kandidatuur van de heer Santoku tot president van de Republiek Suriname. Misschien kan meneer Brunswijk vertellen, ze hebben 33 zetels totaal. Hoe gaan ze het doen om de president, hun lievelingspresident, te kiezen? Nou, we weten dat de NDP nooit 34 had. Maar toch waren ze gekozen in het parlement. Ik, Brunswijk, kan ervoor zorg dragen dat wij in het parlement gekozen worden. Ja. Dat vertrouwen dat volk ons gegeven heeft, dat vertrouwen moeten we verder gaan versterken door die zaken te realiseren waarvoor dat volk ons geplaatst heeft om op te komen voor hun. Dank, volk van Suriname. En nogmaals roepen ieder op om de hoop niet te verliezen. We gaan starten zeer binnenkort met de regering. En we gaan samen werken aan een nieuw Suriname. We gaan samen werken aan een prachtig land waar alle Surinamers weer gelukkig kunnen leven. Many thanks. God bless you.